Nee, thuis drinken, dat heeft niet zo verschrikkelijk veel zin. Nee, ik dacht, dan ga je drinken en dan ga je daarna een boek schrijven. Ha, dat moet je al zeker absoluut niet doen. Dat is een van de grootste illusies ter wereld, dat je voor het schrijven van een boek bezopen moet zijn. Ja, het tegendeel is het geval. Hoe helderder je bent, hoe beter het is. Het verlossen, kunt u mij horen? Wat vind je van de perikelen in het VK? Nou, dat is een boeiende zaak. Wie nou, we nu het risico lopen dat Boris Johnson in feite weer terugkomt. Het heeft natuurlijk allemaal, zoals iemand heel treffend schreef in de New York Times, het heeft natuurlijk allemaal uiteindelijk te maken met de Brexit. Ja. En met het heilloze besluit wat ze ooit genomen hebben op puur nationalistische, volstrekt irreële gronden om eruit te stappen, wat ook een ja, na een fantastische leugencampagne is dat, heeft dat dat ook voltrokken, dat drama. En wat Quasi en Truss samen bedacht hadden, Quasi Kwarteng heet die, wat ze samen bedacht hadden, speelde natuurlijk al een hele tijd op de ultra-rechtervleugel van de Conservative Party en van de Tories. En dat is namelijk het idee dat Engeland, bevrijd van al die verschrikkelijke regelgeving van de Europese Unie, een soort Europees Singapore zou kunnen worden. Met een minimale overheid, alsof er in Singapore sprake is van een minimale overheid, maar goed, met een minimale overheid, dat is sterk libertarian gedacht, en een heel weinig regelgeving, zodat ze optimaal zouden kunnen profiteren van het feit dat ze wel tegen de EU aanliggen, maar tegelijkertijd niet al dat gezeik over die regelgeving enzovoort hebben. Dat was het idee van Truss, wat ze, nou, ik begreep, al eerder geventileerd had. Hè. Dus een hele minimale overheid. Dit is eigenlijk een extreme vorm van neoliberalisme. Dat is wat zij beiden zich hadden voorgesteld. En, nou ja, dat hebben ze gedaan. Alleen niet op een allerhandigste manier, omdat ze natuurlijk meedogenloos zijn afgerekend door de financiële markten. Die zeiden, ja, wacht nou eens even. Het gaat economisch helemaal niet goed met Engeland. In feite stagneert de groei al sinds 2008 daar. Dus ja, financieel is de ruimte in feite beperkt. En dan ga je dus massale belastingverlagingen bovendien voor de absolute top van de bevolking doorvoeren die niet gedekt worden door inkomsten elders. Dus ja, je weet, het pond is als een steen naar beneden gevallen. En daarmee was haar lot natuurlijk in feite al bezegeld. Maar ja, ook daar zie je dat... Ik dacht, ze zullen die Hunt wel naar voren schuiven als nieuwe premier, als nieuwe prime minister. Want de dienstreacties die werden als algemeen als verstandig gezien. Je leest dan meteen ook weer zo'n biootje dat die ook blijkt niet altijd even verstandig te zijn geweest. En dan goed, we zullen zien hoe had zich nu gemeld vandaag. Die zei ik bij de vorige verkiezingen ook al meedeed, ja. Die het niet gehoord is. Ja, Sunni. Die zwarte man. Ja. Die had al een gesprek gevoerd met Boris Johnson. Ja, die teruggekomen dus was van vakantie. Was een vrij redelijke kans. Omdat nogal wat de lagerhuisleden wel wat zien in Boris Johnson. Omdat hij natuurlijk bij de vorige gelegenheid een geweldige verkiezingsoverwinning heeft behaald. De meningen zijn wel sterk verdeeld, hè? De meningen zijn sterk verdeeld. En eigenlijk heeft dat allemaal, valt dat terug te leiden naar, laten we zeggen, naar de Brexit. He, was je voor een harde Brexit? Was je voor een softe Brexit? Was je sowieso tegen de Brexit? Was je voor een soort Liz Truss-achtig model met Engeland als een libertarian paradijs voor de kust van Europa? Ja, ze maken allemaal ruzie onder elkaar. Ja, en het land doet zichzelf natuurlijk geweldige schade, berokkent het zichzelf. Ja, maar daar is Engeland al vrij lang mee bezig, met zichzelf enorme schade te berokkenen op alle mogelijke niveaus. En dat wij dat ook als zodanig zien en dat het ons zelfs nog wel een beetje pijn doet eigenlijk, komt natuurlijk omdat Engeland natuurlijk een kleine 200 jaar de leidende natie in de wereld was, een British Empire. En ja, denk aan de opwinding over de dood van de Engelse koningin.
Want als ik tegen jou nou zou zeggen, wist je dat de Deense koningin vorige week is overleden, had je gezegd, oh ja, ik heb er niks van gemerkt. Nee, we hebben geen idee. Wist je dat Denemarken een koningin had, of niet? Ik heb het gehoord omdat Amalia daar toen naartoe is gegaan en toen moest ze voor het eerst zo'n kroontje op. Omdat die verjaardag gevierd werd. Dus toen wist ik het toch een kroontje op moeten. Dat is ook wat. Zal ik ook eens een kroontje opzetten? Nou, dat lijkt me wel leuk. Voor je verjaardag misschien. Ja, voor mijn verjaardag morgen. Een kroontje. Een fijn gouden kroontje. Of je nog een zilver kroontje? Ja, mag je zelf weten. Ja, mag het zelf. Er hoeven geen diamantjes in, toch? Nee, dat lijkt me ook. Nee, dus die opwinding over die Engelse koningin, dat is al... Dat een serie als de Crown een wereldwijd succes wordt. Netflix heeft nu toegegeven dat het allemaal fantasie is. Wat ik ook wel geestig vind. Want dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Het is een hele complexe reflectie van de historische werkelijkheid. Maar inderdaad, alle gesproken woord is uit de duim gezogen, kun je zeggen. Dus ja, Engeland neemt toch voor ons een bijzondere plaats in. Denk je aan iemand als Winston Churchill, de Tweede Wereldoorlog. Oké, dat is nu een stervende generatie, dat weet ik ook wel. Maar Engeland is toch voor velen nog steeds een bijzonder land. En dan blijft het iets ongelukkigs hebben. Ja, dat ze natuurlijk eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog stap voor stap ook een beetje verrafeld zijn. Hè? Denk aan het feit dat ze natuurlijk een deel van hun industrie weggestaakt hebben met die vakbonden in Engeland. Ja, want dat, ja, dan had in die autofabriek, je had een vakbond van versnellingsbakmakers. Maar je voelt dan alleen water als die vakbond van versnellingsbakmakers, geen grote bond. Als die staakt, dan ligt de productie van je auto's, die ligt stil. Ja. In 1950 was Engeland de grootste autoproducent van Europa. En 10 jaar later was Duitsland de grootste autoproducent van Europa. De overwinnaar van de oorlog had ingeleverd en de verliezer van de oorlog, niet waar, was weer terug. Hè? We zijn terug. Ja. Toch nog even over Truss, want zij heeft natuurlijk volgens mij 45 dagen heeft ze er gezeten. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, je wil een nieuw beleid proberen. De financiële markten reageren heel heftig, want het wordt niet gedekt. Maar aan de andere kant moet je het dan wel dekken als je toch een kleinere overheid hebt. Want een kleine overheid betekent ook minder uitgaven. Ja, dat dacht toch de financiële markten dachten daar anders over. Ja, maar jij zegt allemaal, dat zijn allemaal mensen die het ook niet weten. Dus ja, wat is dat waard? Nou, kijk, die financiële markten ook in de toekomst kunnen schouwen, zij denken van wel. En zij denken als dit gerealiseerd, als dit beleid zoals voorgesteld gerealiseerd wordt, dan zal Engeland, gegeven, nou ja, bepaalde constanten in uitgavenpatronen enzovoort, in de toekomst in grote financiële problemen raken. Zoals iedereen weet dat Turkije vroeg of laat in grote financiële problemen zal geraken. Niet waar, door het ongelukkige en zonderlinge beleid van Erdogan. Die heel aparte meningen heeft over tal van zaken. Ja, onder andere rentestand enzovoort enzovoort. Dus ja, je hebt natuurlijk landen die financieel niet vertrouwd worden. Ja, je hebt landen die financieel zo solide als de pest zijn. Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken neem ik aan. Ja. Nou ja, iedereen weet het wel zo'n beetje van landen die budgetair wel te vertrouwen zijn. Die betalen ook tenminste rente. Maar iedereen weet dat Italië, dat je daar wel een beetje... Dat is zaken om te volgen wat ze aan het doen zijn. Ja. En want ook Meloni's ruimte is beperkt, omdat Italië niet een land is waar internationaal groot vertrouwen in is. En terecht. Nee. Maar goed, als je dan nieuw beleid wil, dat is een beetje eigenlijk wat ik wil vragen aan je. Moet je dan niet gewoon vasthouden aan je plan en denken, nou ja, we hebben flinke weerstand, maar dat hoort er maar eventjes bij. Wij denken dat dit beleid gaat werken en dan houden we dan vast. Dat dachten zij. Ja, maar ze hebben er niet aan vastgehouden. Ze heeft nee, ze maar dan moet je natuurlijk ook wel steun intern, moet je steun ook hebben. Dat had ze moeten organiseren en natuurlijk. En ik neem aan dat in het parlement ook geen brede steun was, zodra die hadden gezien wat de internationale reacties waren. Ja. Ja, want ja, je leeft natuurlijk niet een individueel bestaan. Ja, dus daarom begrijp ik niet precies waarom ze het zo extreem hebben voorgesteld. Het was een mini-budget. Ja. Ze heeft eigenlijk haar eigen graf gegraven, ja, op deze manier. Weet je, ja, het ging om 50 miljard. Ja. En je vraagt je ook af, hebben ze dan niet gevraagd aan iemand die een beetje verstand van het budget had, van zeg, wat vind je ervan? Ja. Ja. Die kwarteng zal toch ook niet achterlijk zijn. Ja, en goed onderbouwen waarom jij denkt, dit gaat wel werken.
we weerleggen eigenlijk de kritiek van alle economen. Ja, en wat zij wilden, gesteld dat dat werkzaam zou zijn, is dat natuurlijk een uitgesproken lange termijn project. Ja. En namelijk dat Engeland een heel specifieke rol zou gaan spelen, niet waar, in de Europese ruimte. Ja. Namelijk een Singapore-rol. Ja, precies. Nou, je kunt ook zeggen, kijk, de Brexit was al een shockreactie. Dat heeft het land ook geen goed gedaan, economisch gezien. En toen waren de economen stonden ook vooraan om te roepen, hel en verdoemenis. Je zou kunnen zeggen, oké, eventjes die emotie afwachten, dat die wat wegebt. En dan gaan we dan eens kijken hoe we eraan gaan bouwen. Nou, die tijd heeft ze niet gekregen. Nee. Dus daar zie je aan dat je hoe je zoiets in principe, moet je dus niet met een enorme knal tevoorschijn springen uit de coulissen. Ja, zodat iedereen in de zaal zich de apenlazeren schrikt en denkt dat er brand is. Ja, en de zaal uitvlucht. Je moet het, ja, ze hadden het anders moeten presenteren. En dan nog, ja, ook de ruimte van Engeland is beperkt. Dus als je ineens een totaal ander budgetair beleid, waarom stel je trouwens voor om vooral de toptarieven te verminderen. Ja, het bekende idee dat als je de belasting op de rijken verlaagt, dan druppelt het geld naar beneden. En dat zal stimulerend werken op de rest van de economie, waarvoor bij mijn weten geen schijn van een bewijs is. Ja. Natuurlijk ook altijd door de Amerikaanse Republikeinen verdedigd, dat idee van verlaagde belastingen bij de rijkste mensen, want dat heeft een stimulerend economisch effect. Nee, dat is nooit gebleken. Nee. Waarom komen er eigenlijk nu geen nieuwe verkiezingen? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, ze hebben het nu al zo vaak. Ze hebben een ruime meerderheid in het Lagerhuis. Dat wil zeggen dat tal van mensen, ik geloof dat die economist dat ook suggereerde, laten we zeggen, de verstandige Engelse stem is dat zo'n beetje. Tal van mensen zeggen, ja, dit is natuurlijk een hele rare vertoning langzamerhand geworden. Wordt het niet tijd dan toch maar verkiezingen te houden? Dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, want dan zijn ze natuurlijk een meerderheid kwijt. Ja, ik weet niet of je gezien hebt hoe ver Labour voor ligt. Nu geloof ik 30 punten in de peilingen. Nou, dat zal iets krimpen bij serieuze verkiezingen, maar dat gaan ze dus niet winnen. Nee. Nou ja, je weet dat in de politiek is maar één ding echt van belang, namelijk of je aan de macht bent. Ja, en voor de duikheid, dus hier is dus de leider, is dus eigenlijk zeg maar de Mark Rutte van Groot-Brittannië, die is gewipt. Maar de coalitiepartijen, noem ik het maar eventjes, dat zijn dus in de conservatieven, die blijven gewoon zitten en die hebben de meerderheid. Ja, omdat de Tories in het parlement een hele ruime meerderheid hebben. Mag ik trouwens ook nog eens op wijzen dat die hele ruime meerderheid gekozen is met 40% van het electoraat. De vlag uit, hè, maar niet heus, voor die verrekte districtenstelsels. Hè, dat zijn ongelooflijk ondemocratische organisaties eigenlijk. Ja, kijk naar de Verenigde Staten. We hebben een veel eerlijker electoraal systeem dan die landen met die districtenstelsels. Zeker met winner-take-all systemen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat hier in Nederland, alhoewel, dat is ook maar de vraag, stel dat Mark Rutte nou, hè, stel er komt weer zo'n nacht van Rutte en Rutte moet weg. Dan kan de VVD natuurlijk zeggen, oké, Rutte is weg, wij zetten daar. Dat zouden ze kunnen zeggen. Al lijkt het me niet bijster waarschijnlijk. Dan komen er nieuwe verkiezingen, denk je. Ja, want wat in Nederland kan, maar daarin niet kan, wij hebben een heel ander soort kabinet. We hebben namelijk een kabinet wat bestaat uit 4 partijen. Dus als Rutte zou verdwijnen en de VVD zou zeggen, ja jongens, wacht nou eens even. Maar we hebben die Schippers, die is aan het warmlopen in de Eerste Kamer. Dus die wil dat wel doen, die heeft daar wel zin in dat klusje. Hè? Als ze tenminste haar zichzelf kan beheersen. Ik neem aan dat in zo'n geval, heel terecht, natuurlijk de coalitiepartijen zouden zeggen, je kunt de pot op. Wij zeggen het vertrouwen in het kabinet op. En aangezien de VVD geen meerderheid in het parlement heeft, zullen er dan nieuwe verkiezingen komen. Ja. Denk je dat Groot-Brittannië de vruchten van de Brexit nog een keer gaat plukken in de toekomst? Nou, daar ziet het voorlopig, ziet het daar helemaal niet naar uit. Dat was wel het idee van Truss, hè, dat dit de manier was om de vruchten van de Brexit te plukken. Namelijk dat je eindelijk bevrijd was van die looie bureaucratie in Brussel. Dat is de thematiek die denk ik, in de Tory Party een belangrijke rol heeft gespeeld. Ja. Het zou toch wel een gigantische grap zijn als die Johnson weer terugkomt, hè? Ja, hij zelf op zichzelf is al een gigantische grap. Ja. Maar als hij terug zou komen, dat zou een nog grotere grap zijn.
Ja. Zonder meer. Ja. Ja. Xi Jinping, die is ook over wereldleiders gesproken. Die is ook voor een derde termijn. Ja, het was een rare vertoning naar Peking. Hè? Wat gebeurde daar? Nou ja, dat die vorige president, en die was alweer een tijdje weg natuurlijk, die Hu Jintao, dat die min of meer gedwongen weg werd geleid. Dat was al een hele merkwaardige vertoning. Man is ook 78 tegenwoordig of zo, maar ja, dat je echt denkt, dit is vreemd, anders kan ik het niet zeggen. Hoe kwam het op jou over dan? Nou ja, als een publieke vernedering van spectaculaire betekenis. Voor een land, een systeem, een cultuur, wat dit soort van dingen enorm serieus neemt. Hij zat naast Xi Jinping en werd met zachte hand, maar met stevige hand werd hij verwijderd. Dat is wel vrij spectaculair, omdat natuurlijk Hu Jintao natuurlijk ook in zekere zin een vertegenwoordiger is van het systeem wat Deng had opgetuigd met een min of meer fatsoenlijke, geregelde opvolging. Waar natuurlijk Xi nu mee gebroken heeft voor zijn derde termijn. Naar mijn idee is Xi, zoals zo vaak met dit type van lui, natuurlijk een ramp voor eigen land. Want als je dus die structuur van die opvolging doorbreekt, dat betekent dat als jij doodgaat of vertrekt of weet ik wat er met je gebeurt, niet waar dat die opvolging niet behoorlijk geregeld is. Dus dan krijg je daar crisis en allerlei onderlinge herrie en dat kan wel even duren voordat het dan gedaan is. En dan afgezien daarvan natuurlijk dat het enorme aantrekken van de dictatoriale apparaat met gelaatsherkenning en zie je hem, kijk, zodra de chef zegt dat zijn denken nu voortaan leidend is, ook bij de, het ontwerpen van elektrische auto's, dan weet je al dat er iets grondig mis is gegaan. We hebben dat met Mao gezien, Mao. En dit is weer van hetzelfde laken en pak. Xi Jinping, Volt en ongelooflijke flauwekul, eerlijk gezegd. Het land wordt in allerlei opzichten afgesloten van impulsen van buiten. Allemaal even stom, naar mijn gevoel. En China kan goed meespelen tegenwoordig in de wereldeconomie. En dan kiezen dus toch weer voor isolement en gesloten ramen, gesloten deuren. Is toch niks dat nieuws je met z'n allen met z'n 1300 miljoen in de kelder zit. En dan Xi Jinping liederen moet zingen. Dat is geen gelukkige ontwikkeling. Het schijnt dat ze er relatief tevreden mee zijn. Maar ja, voor wat dat waard is. Het zorgt wel voor stabiliteit. Overigens ook natuurlijk Modi in Indië is nauwelijks beter. Ook een boef eerste klas. Ja, maar het is wel. Kijk, Xi Jinping zal het ongetwijfeld gedaan hebben. Die Chinezen schijnen zich natuurlijk van het ineenstorten van de Sovjet-Unie echt de takken te zijn geschrokken. Dat nooit. Dat betekent dus dat die partij echt solide, geheid, overal in controle moet zijn. En dat heeft denk ik uiteindelijk geleid, want zoiets als je dat eenmaal opstart, dan krijgt het zijn eigen momentum. En dat heeft geleid tot Xi Jinping. Maar voor China als laten we zeggen, wereldhandelspartner, lijkt me dit in allerlei opzichten een rampzalige ontwikkeling. Nog steeds is een groot deel van de winstgevende export van China het werk van buitenlandse bedrijven die daar een productiecentrum hebben. Denk aan je iPhone'tje. Hè? Dat is een Foxconn product. Ja, maar wat... Nou is Foxconn eigenlijk een Taiwanese bedrijf, maar goed, dat produceert in China. Maar wat is dan wat zie jij dan in de weg staan in deze benoeming opnieuw van Xi? Voor de bedrijvigheid, want dit gaat al jaren zo. Verstarring, dat zal niet in eerste instantie. Kijk, de staatsbedrijven zijn nog steeds een probleem. En altijd een probleem geweest. Die zijn weinig efficiënt. En rendement ligt laag enzovoort enzovoort. Maar kijk, als je natuurlijk zoals China schijnt te willen in de absolute technologische top van de wereld mee wil draaien, dat betekent dat je ook onderzoekers, ontwerpers, de wetenschap ruimte moet geven. Kijk, als je een college gaat geven over de besturing van een nieuwe chip en je begint met een kwartiertje college over Xi Jinping thought, ja, dan weet je al dat niet de goede kant op gaat. Ja. Want Xi Jinping is ongetwijfeld een geweldige bureaucratische infighter, maar van chips weet hij geen bal af en van moderne industriële processen weet hij ook geen bal af. Dus hij moet zich er niet mee bemoeien eigenlijk, zeg je? Nee, maar onvermijdelijkerwijs heeft hij een systeem gecreëerd wat zich met alles bemoeit. Ja.
met alles en iedereen bemoeit. Op elk denkbaar niveau. Waar je punten moet halen. Hè? Ja, het is ook niet voor niks dat Amerika nu die technologische strijd verder opvoert. Hè, met, ja, precies. Want Joe Biden heeft heel kort geleden gezegd. Nee, we gaan er zoveel mogelijk voor zorgen. Dat zij niet kunnen beschikken over de nieuwste technologie. Hmm. Wat natuurlijk in Veldhoven ook natuurlijk betekent dat je die modernste machines waar we het over gehad hebben. Met die extreem kleine afmetingen wat betreft het gebruikte licht. Die kunnen niet naar China exporteren. Nee, zij blijven voorlopig buiten schot. Want zij zijn natuurlijk de speelbal eigenlijk van een politieke strijd die je ook ziet. Hè? Dat willen ze niet, maar dat zijn ze natuurlijk wel. Nee, maar goed, verder, ze zullen die machines, die kunnen ze heus wel kwijt. Dat is het probleem niet. Maar ja, het betekent natuurlijk ook dat Taiwan, waar dat TSMC waar we het over gehad hebben. Ja, dat is dan natuurlijk in principe een onzekere factor. Denk ik overigens dat Xi Jinping Taiwan gaat aanvallen? Nee, dat denk ik helemaal niet. Mm. Wees voorzichtig, hè? Voordat je het weet. Ja, ik ben ontzettend voorzichtig, maar ik denk gewoon van niet. Het kan zijn dat ik het fout heb, dan is pech gehad. Ja. En kijk, iedereen die zich uitspreekt over de toekomst, van welke aard dan ook, laat staan van ingewikkelde processen en nationale traumata, die loopt het risico dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Juist. Nog eventjes de toespraak maar ja, van... Ja, dan moet je altijd zeggen, ja, ik weet het niet. Hoezo? Nee. Volgende week? Nee, ik heb geen idee. Nee. Zou kunnen sneeuwen, zou kunnen. Nee, dan zou het saaie zou kunnen dat worden. We nog voor de kerst de Elfsteden tot rijden. Ja, het zou kunnen, maar ik weet het niet zeker. Nee. Hoe zeg je Xi? Xi. Dat heb ik van Gijs gehoord. Dat het Xi is? Ja, Gijs heeft Chinese schoonouders. Ah, die weten het. Die zegt dat je Xi Jinping moet zeggen. Er zit hier in Utrecht... Het is niet Xi, maar Xi Jinping. Xi. Er zit hier in Utrecht een cafetaria, een snackbar. En die heet ook Xi. Oh. Cafetaria Xi. Ja, het zou wel iets als Janssen zijn. Ik weet al niet eens precies of voor- en achternamen. Heeft wel lekkere frietjes trouwens. Deng Xiaoping. Ja, Deng is geloof ik wel de achternaam. Oké. Okay. Ze beginnen met de achternaam, denk ik. Ja. Hij is ook nog met een zangeres getrouwd, zoals je weet. Is dat een zangeres? Ja, een hele populair. Zijn vrouw was veel populairder dan hij. In China? Ja. Oh, maar die zit nu hier. Nou, die Chinese zang is ook weer iets heel aparts natuurlijk. Ja. Daar moet je ook aan gewend zijn. Ja. Ik heb al moeite aan de Nederlandse zang te wennen. Laat staan aan de Chinese zang natuurlijk. Ja. Nou, maar wat Xi dus zei was, jongens, hou rekening met de economische neergang de komende periode. Nou, China heeft enorme problemen in de naaste toekomst. En dat durf ik nog wel te voorspellen, even afgezien van die Elfstedentocht, man. En dat is vooral een demografisch probleem. En door die één-kind-politiek is dat die hele demografie niet door elkaar gehusteld. Dus er zijn veel te veel mannen. Dat is al punt 1. En punt 2 is natuurlijk een vergrijzingsproces waar je u tegen zegt. Dus ik geloof dat al binnen enkele decennia het aantal gepensioneerden groter is dan het aantal werkenden. Dat is een probleem natuurlijk wat in Europa ook heel sterk speelt. Maar dat betekent wel natuurlijk dat je daarop moet preluderen. He, voor je medische zorg. Dat gaat ons ook nog een stuk meer geld kosten. Nou ja, denk aan mij. He. Al die krakkemikken goudjes natuurlijk. Nou, we worden steeds ouder. De leeftijd is volgens mij nu in Nederland naar voor een vrouw 93 ja, en een man 91. Dat in Nederland de stijging wel tot stilstand is gekomen. Althans een veel minder hoog tempo verloopt dan een tijdje geleden. Maar wat las ik laatst? 93 voor een vrouw. Dat is natuurlijk toch relatief ontzettend oud. Ja, maar als je nu geboren wordt. Ja. Ja, en de mannen ook iets, nou, ook minder, maar ook 91 ook, die kunnen ook nog. Ah, dat is lijkt mij allemaal heel erg optimistisch. Nou, dus zoekt vast iemand op en dan stuurt hij dat wel. Je moet even natuurlijk naar het jaarcohort kijken. Hmm. Ja, ik ben van 43. Ik denk dat de verwachte levensduur van mannelijke baby's geboren in 43 in de orde van 1,72 jaar lag. In die zin heb ik mijn jaarcohort eigenlijk al dan verder opgetild, laat ik maar zeggen, in de vaart der volkeren. Ja, ja. Waar hadden we het nou over? Over China en, ja. En de problemen waar China mee worstelt. Ja, ja. Omdat natuurlijk die spectaculaire, die explosieve groei die ze gehad hebben,
Die valt natuurlijk niet in dat tempo vol te houden. Vooral ook, nee, dan kom je, loop je aan tegen saneringsproblemen in de staatsindustrie. En dan loop je aan tegen het eeuwig aangekondigde onroerend goedcrisis die zich in China zal gaan voordoen. Nou, zeggen ze dat al wel 20 jaar in mijn herinnering. Dus leegstand vooral, hè? Ja, dus er is meer gebouwd dan eigenlijk nodig is. Je hebt ook van die torens opgeblazen. Nou, ze bouwen ze zo ontzettend snel dat ze bouwen ze even snel als ze wanneer ze instorten als ze opgeblazen worden. Je vraagt je af waarom dat hier niet kan in Nederland. Ze bouwden geloof ik 57 verdiepingen in 14 dagen of zoiets idioots. Maar weet je nog toen corona was, hoe snel dat ziekenhuis toen daarop ging? Ja, dat was indrukwekkend, hè? Ja. Ja. Dat zou toch hier ook... Liet ze ook graag zien natuurlijk. Ja, bij ons kan dat absoluut niet. En waarom kan dat niet? Omdat we zelfs natuurlijk bepaald hebben dat burgers altijd inspraak hebben. En dat er natuurlijk een plan is voor de inrichting van de locatie. En dat er een milieueffectrapportage is. En dat de bodemonderzoek moet worden gedaan. En dan heb je natuurlijk nog verplicht bodemonderzoek in verband met de archeologische vondsten. Dus nou ja, voordat je überhaupt de schep in de grond kunt steken, ben je 10 jaar verder. En dan blijkt natuurlijk altijd dat er een heel interessante loopkever in het terrein woont. En dan zit je met Europese wetgeving op het punt van loopkevers. Dus dat, ja, het is in China niet zo dat je bezwaar kunt maken tegen een schutting. Nou ja, je weet dat in Nederland kleine projectjes, een nieuwe rotonde, dat vaak een jaar of meer duurt. Terwijl ja, ik neem aan dat een Chinese aannemer de hele boel in 3 dagen klaar heeft. Ja, die hoeft geen vergunning aan te vragen. Nee, die hoeft geen vergunning aan te vragen. Nee. Die begint gewoon. Ja, ze hebben op allerlei plekken hebben ze hele oude binnensteden afgebroken. Dus zonder, er werd wel tegen geprotesteerd, maar zonder enig effect. We hebben luisteraars in China. Je hebt van die tragische foto's waar je dan ziet hoe iets waarvan wij zouden zeggen, een monument, dat moet hersteld worden, dat moet in ere hersteld worden. Nee, daar niet natuurlijk. Nee. Ik ben wel benieuwd, de mensen die in China luisteren naar deze podcast, die schijnbaar daar ook nog wel wat moeite voor moeten doen. Misschien moeten die ons eventjes een bericht sturen hoe dit werkt. Zo ging het in Europa vroeger ook toe. Oh ja? Ja, Haussmann heeft de hele middeleeuwse stad in Parijs afgebroken. Dat wij Parijs een prachtstad vinden met die grande boulevard en al die ruimte die er is en die specifieke appartementengebouwen. Dat is allemaal halverwege de 19e eeuw gedaan. De middeleeuwse stad is ruksigloos afgebroken. Ook omdat hij een hoge gelegenheid bood voor barricades, oproer, vechtpartijtjes enzovoort. Ja, maar goed, we zien het hier in de. Hier staat ook een container in de straat. Dat wordt ook verbouwd. Ja, dat is binnen, dat is achter de ramen, zou ik maar zeggen. Dat is allemaal voor binnen. Ja, maar dat zal ook behoorlijk wat. Als je hier, laten we zeggen, je huis zou afbreken, je bouwt een nieuwe. Dan komt er een meneer van de gemeente al lang voordat je huis klaar is trouwens. Ja. Om te zeggen dat je dat niet mag. Want deze hele straat is een gemeentemonument. Ja, ja. Ik heb zo'n bordje, alleen heb ik het niet op de deur geschroefd. Ja. Dus als je iets wil, moet je eerst een vergunning aanvragen. Nee, dat bordje ga ik zelf op mijzelf vastschroeven. Ook een monument. Een gemeentemonument, ja. Ja, ja, ja. Het levert toch niks op. Dus. Even kijken of we dit kunnen afspelen. Beste Maarten van Rossum, mijn naam is Ruben Scheps. Ik luister al vanaf het begin met veel plezier iedere week naar uw podcast. En ik heb eindelijk ook een keer een vraag. Ik was namelijk vorige week op Amsterdam Dance Event. Ik ben namelijk nog student. En aan het einde van de avond was ik eigenlijk volgens mij de enige die enkel een biertje gedronken had. En had de rest om mij heen een pilletje of iets anders gebruikt. Want dat was duidelijk aan iedereen's gezicht te zien. Maar ik vroeg mij af, waarom maken we ons met z'n allen zo druk over die Ridwan Taghi en die hele drugsbende die onze rechtsstaat een beetje ondermijnt? Maar faciliteert de gemeente Amsterdam grootschalig dit soort gebruiksfeesten? Waarbij meer dan de helft gewoon aan zware harddrugs zit. En dat moeten ze vooral lekker zelf weten hoor, begrijp mij niet verkeerd. Maar ja, ik kan er gewoon niet bij dat burgemeester Halsema het ene moment zegt van het is zo erg dat iedereen hier wordt neergeschoten en dat de scooters vol zitten met pillen. Maar het andere moment dan zulke soort feesten organiseert waarop letterlijk alles is ingericht voor drugsgebruik ook. Mensen kunnen ijsjes kopen, maar geen lekker broodje. Mensen kunnen een lolly kopen en een vape.
Dat is een soort e-sigaret. Maar ze kunnen ja, geen dingen kopen waar je van zou houden als je alcohol op hebt. En zelfs het nummer van het festival is Drugs from Amsterdam. Dus nou, ik vroeg me dit af en ik ben heel erg benieuwd naar uw ongezout harde mening hierover. Ja, die man heeft groot gelijk. Wat hij aankaart is iets wat al eeuwen wordt aangekaart door de politiecommissarissen, burgemeesters. Dat we natuurlijk een volkomen achterlijk, totaal irrationeel drugsbeleid hebben. Want aan de ene kant wordt het getolereerd, net zoals hij beschrijft, op komische wijze. Nu aan de andere kant bestrijden we het. Dat is het, elke wietwinkel die je weet, je mag het aan de achterdeur niet leveren, maar aan de voordeur wel verkopen. Dat is volkomen krankzinnig. Vandaar natuurlijk dat heel veel mensen hebben gezegd, kijk eens, vroeger was er natuurlijk helemaal geen verbod. Waren geen verbodsbepalingen, dus waarom geven we het weer niet compleet vrij? En dan zou je eventueel ook gewaarmerkte bedrijven die rommel kunnen laten produceren. Hij heeft groot gelijk als hij zegt, het wordt toch geproduceerd. Ook als je kunt het wel bestrijden, maar het helpt allemaal geen klap. Omdat het ook het laten we zeggen, het handhavingsapparaat volstrekt onvoldoende is. Dat was laatst ook weer. Laten we die cocaïne godsnaam legaliseren, dan zijn we van het gedonder af. En dan kan de politie zich met nuttige dingen bezighouden. En natuurlijk nog groter is de paradox dat we namelijk de ene harddruk, niet waar, die tolereren we. Dat vinden we ook heel normaal. Je houdt een lezingje en wat krijg je dan cadeau? Een harddruk, namelijk een fles met alcohol. Waar de mensen ook altijd zo verlekkerd bij kijken. Zo, meneer Van Rossum, dat zult u wel lekker vinden. Nou, drink ik al jaren niet meer, dus dat dan ook weer niet. Maar dan zeg ik altijd dat ik het de mama aan mijn zwager geef. Maar het is volkomen juist. Eigenlijk hebben we geen oplossing voor dit probleem. Omdat we natuurlijk ook bang zijn dat als we in Nederland zouden zeggen, ja, natuurlijk is het zo dat je in Amsterdam de drugs liggen op straat bewijzen. Het is moeilijk, je hebt eigenlijk moeite om het niet te gebruiken. Dat was al met die wiet in de jaren 60 en 70 was dat al zo. Iedereen gebruikte dat en het was werd een beetje flauw gevonden als je er niet aan meedeed en zo. Als je bij Krasnapolsky komt, dan ruikt het gewoon naar wiet op straat. Dat stinkt behoorlijk daar. Nou ja, ik kreeg we hadden zo'n uitwisselingsprogramma met de universiteit met Florida. We reden daarvoor voor het hoofdgebouw van in Gainesville, Florida, daar is ook een campus. Ik heb nooit van mijn leven zo'n sterke wietlucht geroken als daar. Terwijl je daar voor jaren de kast in gaat. Als je met die rommel betrapt wordt. Dus ja, die meneer die heeft grootste gelijk van de wereld. Ik zou ook zeggen, legaliseer de hele boel. Dat heb ik altijd gezegd. En dan, want daar zit hem natuurlijk ook wel weer een beetje de crux in. Wat gebeurt er als je het allemaal legaliseert? Explodeert het probleem? Is iedereen altijd onder de invloed? Is dat dan tijdelijk? Zullen mensen eraan wennen? En gewoon ook thuis, dus voor de zaterdagavond televisie, gezellig avondje trots, dat je nog even tegen je partner zegt, nou nog even een pil nemen, anders is het helemaal niet te bekijken. Dat zou nog kunnen. En je isoleert je natuurlijk internationaal. We staan al bekend als narco-staat, zoals je weet. Ik las ergens dat in die hele, hoe heet het, die meth, die hele crystal meth, dat overgrote deel van die rommel in Nederland geproduceerd wordt. Dus ja, dat is wel een probleem. Ik zelf was een enorme voorstander van de legalisering van prostitutie en euthanasie. En als je dan kijkt naar wat de resultaten daarvan zijn. Niet wat ik ervan verwacht had, dat prostitutie gewoon normaal geaccepteerd is. En de vrouwenhandel is niet verdwenen. De criminaliteit is niet uit de prostitutie verdwenen. Ik heb geen idee hoe je dat moet. Je hebt altijd het idee dat er is een enorm complex, altijd variërend evenwicht tussen wat wel en wat niet mag. En misschien zit er toch iets in het. In het idiote systeem wat we erop nahouden. Namelijk dat we oogluikend het gewoon toestaan. En tegelijkertijd dat we het ook bestrijden. Maar ja, je zou eens moeten kijken hoe je de tagis van deze wereld. Hoe je die wegkrijgt. We nemen plofkraken. Geweldig praktisch probleem. Wat miljoenen en miljoenen schade veroorzaakt.
ook gevaarlijk is in allerlei opzichten. Dat moet je eraan doen. Ja, je krijgt nu allemaal van die nieuwe dingen. Ik ben benieuwd of die dan wel werken. Ik vind dat een enorm lastig probleem. Ik zelf ben voor volledige legalisering. En de andere kant van de medaille namelijk het heel streng verbieden en heel streng gaan handhaven. Dat helpt toch niks. Dan wordt het natuurlijk een zwarte circuit. Kijk nou wat er in Amerika gebeurd is. Ja. Dan heb je die drugs agency en dat leidt allemaal tot hele ongewenste ontwikkelingen. En bovendien dat je gevangenissen vol zitten met mensen die een keer een wietsigaretje hebben gerookt of een lijntje coke hebben gesnoven. Dus dan, ja. Ik zou zeggen, het is toch een beetje... Door de vingers kijken. Door de vingers kijken, ja. En wat hij zegt over... Ik weet voor dit probleem. Het wonderlijke is dat de mens een praktisch onbeperkte behoefte heeft om zich te verdoven voor het leven. Want dat is het toch eigenlijk. Kennelijk vinden mensen hun leven zo strontvervelend. Het hele idee, stel voor dat jij nu zou zeggen van zeg, zo leuk, we gaan een podcast maken op zo'n feest in Amsterdam. Een dance event. En dan gaan we daar op het toneel, moet jij ook een paar van die pillen slikken en dan kijken we eens wat het gaat opleveren. En dan, daarna gaan we dansen. Dan zou ik zeggen, dan hou ik stand te peden met die hele klote podcast op. Dan zou ik er geen zin meer in hebben, eerlijk gezegd. Dus ja, het is heel gek, ik heb er helemaal geen behoefte aan. Ik kan iedereen alleen maar zeggen, ja, ik was jarenlang verslaafd aan sigaretten. Ik ben ermee opgehouden. Ik heb jarenlang wel wat te veel gedronken, ik ben ermee opgehouden en... Ik voel me er prima bij, maar ja, ik ben een beetje een heilig boontje geworden. Waarom ben je gestopt met drinken eigenlijk? Nou, dat hing ook samen met het feit dat de pillen die ik slikte, dat was eigenlijk geen bijsluiter waar niet stond dat het in combinatie met alcohol erg gunstig werkte. En ik had bij de verschillende operaties had ik steeds gevraagd, kan ik nog wel wat drinken? En toen hadden ze al bij mijn laatste ingrijpende hartoperatie, dat is overigens alweer 15 jaar geleden of zo, zeiden ze, ja, je kunt best drinken, maar niet meer dan 2 glazen. En daar heb ik me eigenlijk vrij redelijk aan gehouden. En toen dacht ik, is toch maar 2 glazen per dag zijn. Want dan, dat magische moment waarop de drinker even denkt dat de wereld echt perfect in elkaar zit. En dat het geluk hem omringt, dat hij... Nou ja, dat het eigenlijk het leven iets fantastisch is. Dat heb je toch niet. Heb je met 2 glazen eigenlijk ook niet meer. Maar dronk jij dan iedere dag? Nou, dat zou ik niet. Zeker niet dat moment van bevrijdende, alles bevredigende, lichte dronkenschap. Ja, dat had je wel 1 of 2 keer in de week of zo. Ja. Maar hoeveel moest je daarvoor drinken dan? Nou, dat was in mijn geval, zeker ook gezien mijn corpulentie, heb je daar al heel gauw 3,5 glas alcohol minimaal voor nodig. En dat deed je wel s'avonds? Of begon je dan s'middags al? Nee, dat is allemaal dus uitgaanswerk naar het café. Oh, gaan niet eten, thuis? Gaan eten met mensen. Nee, thuis drinken, dat heeft niet zo verschrikkelijk veel zin. Nee, ik dacht, dan ga je drinken en dan ga je daarna een boek schrijven. Ha, dat moet je al zeker absoluut niet doen. Dat is een van de grootste illusies ter wereld, dat je voor het schrijven van een boek bezopen moet zijn. Ja, het tegendeel is het geval. Hoe helderder je bent, hoe beter het is. Maar er zijn wel schrijvers die denken er anders over. Bekende voorbeelden. Ja, ik wist wel van iemand die had zo'n verschrikkelijke schrijfdrempel, zoals dat heet, dat hij wel een fors glas whisky moest drinken voordat hij überhaupt iets op papier kreeg. Maar goed, dan moet je vooral ook wel je beperken tot 1 glas. Dan gaat het er alleen om dat je even over die... Nou ja, over die wanhopige drempel heen komt. Ja, oké. Tegenwoordig schrijf ik puur ambachtelijk. Ik heb ook niet de ambitie om de Boekerprijs te winnen. Nee. Ik schrijf niet autobiografisch. Ik schrijf gewoon over, weet ik veel wat het is, zo helder en beknopt mogelijk. Ja. Is dat nog een idee eigenlijk, zit te denken voor die live podcast, de geschiedenis van het gedoogbeleid? Of is dat te ingewikkeld? We hebben nu Amerika namelijk afgesproken, maar... Ja, dat is wel ingewikkeld. Laten we eigenlijk doen... Dat leek mij misschien toch het aardigste. De manier waarop in de Verenigde Staten gereageerd is op het eind van de Koude Oorlog. Ah, oké. Ja, dus dan heb je dus die hoe heet het, Fukuyama, The End of History and The Last Man.
één reactie, maar je hebt natuurlijk ook de ultra-rechtse reactie van jongens, we zijn nu een baas, de baas in de wereld, dus wie maakt ons wat? We kunnen alles doen wat we willen doen. En dat moeten we ook doen, ook, want dit is onze kans. Dus we gaan allerlei boeven, die gaan we opraken. Nou, dat is Dick Cheney en de jonge Bush. En dat is verdomd slecht afgelopen, dat moet je toch zeggen. Oké, dan gaan we dat als onderwerp zetten. Ja? Oké, dat is goed. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Nu via de link in de beschrijving bij deze podcast. Nog op zoek naar wat podcast-inspiratie? Luister dan naar Sea Level. Daarin beantwoorden we de vraag in hoeverre dictatuur goed is voor een organisatie. De link staat in de show notes.